is druk op de Nederlandse wegen. In de spits wil iedereen tegelijk de weg op en de kans op file is dan groot. Om filevorming tegen te gaan is het Rijk het programma Beter Benutten gestart. Doel van dit programma is om bestaande wegen beter en slimmer te benutten om zo de doorstroom van het verkeer te bevorderen. Ook in Flevoland zijn we een aantal beter benutte projecten begonnen. Zoals hier bij de afslag 10 naar Lelystad. Doordat hier maar één rijstrook was om van de snelweg af te komen, liep deze snel vol. De auto's stonden tot op de snelweg en blokkeerden het doorgaande verkeer. File dus. Om dit probleem slim aan te pakken, zijn drie partijen gaan samenwerken. Rijkswaterstaat, de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad. Rijkswaterstaat legde een extra strook op de afrit aan, waardoor nu dubbel zoveel auto's de snelweg af kunnen. Door de extra doorvoer dreigde onderaan de afrit een nieuw knelpunt te ontstaan. Dit probleem werd opgelost door de provincie, die een extra rijstrook aanlegde om meer ruimte voor de toegenomen verkeersstroom te maken. Een derde knelpunt zou bij de volgende afrit ontstaan, doordat het extra verkeer aan het einde niet snel genoeg de voorrangsweg op kan. Dit probleem is door de gemeente opgepakt, door een verkeerslicht te plaatsen die het extra verkeer voorrang geeft om door te stromen. Deze samenwerking tussen Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeente is een groot succes. Door samen te kijken naar het totaalplaatje zijn alle knelpunten in één keer opgelost. Dit hele proces kon versneld worden uitgevoerd dankzij een aanvullende financiering uit het Beter Benutten budget. En de automobilist is blij, want het traject is filevrij. Ook op andere plekken in de provincie zijn knelpunten opgelost door een financiële bijdrage van Beter Benutten. Zoals hier op de Spectrumdreef in Almere. Deze verkeerslichten staan in de spits vaker op groen voor het verkeer richting de snelweg. Tijdwinst tot wel 5 minuten per dag. En ook hier is een knelpunt opgelost, bij de oprit Gooiseweg naar de A27. Door slimme verbredingen op een paar plekken zijn de opstoppingen in beide richtingen vrijwel geheel verdwenen. En het wordt nog beter. Vorig jaar is de provincie gestart met het verdubbelen van deze weg. Hierdoor ontstaat er bij filevorming op de A6 een alternatief voor het verkeer naar Lelystad en de luchthaven. Een ander project om files terug te dringen is de Electric Freeway. In dit project werkt de gemeente Almere samen met het bedrijf Forenso en de ANWB. Doel is om het fietsverkeer te stimuleren tussen Almere en Amsterdam. Dit gebeurt door een aantrekkelijke fietsroute te bieden met goede fietspaden, duidelijke bewegwijzering, dwars door het mooie polderlandschap. Ook zijn kortingen mogelijk op elektrische fietsen, elektrische scooters en wie pech heeft onderweg, kan rekenen op gratis pechhulp van de ANWB. Dit Beter Benutten project heeft nu al meer dan 40 mensen overtuigd de auto te laten staan en de fiets te pakken voor hun dagelijkse rit naar Amsterdam. En op deze high-speed bike lukt dat al binnen 40 minuten. Een kenmerk van Beter Benutten projecten is dat er goed wordt samengewerkt tussen verschillende partijen. Bijvoorbeeld in Almere, waar Rijkswaterstaat het mogelijk maakt om de bus bij files over de vluchtstrook te laten rijden. Het resultaat? Een snelle en betrouwbare busverbinding en zo'n 7 minuten tijdwinst op een ritje Amsterdam-Almere. Dankzij Beter Benutten bieden het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad in Almere slimme oplossingen om vertragingen en files terug te dringen. Samen komen we sneller tot oplossingen voor een betere bereikbaarheid.